goede dag. Het is vandaag maandag. Het is avond. Het is 8:30 geweest. Ik ga zo make-up afhalen. GTST even kijken. Nog. En dan ga ik ook lekker slapen, jongens. Gisteren was heel gezellig. Ik ben mijn nichtje naar de film geweest. Van Bing. Dus ik had voor mezelf nog wat drinken gehaald. Mijn nichtje wilde eerst ook wel zeggen. Hoi, Vistie. Ja. Ze wilde al Vistie even bij de kassa. Toen ik Amstel was, toen wilde ze geen Vistie meer. Toen wilde ze liever een kinder surprise chocolade ei hebben. Ik zei kinder chocolade surprise ei. En ja, toen het ongeveer bijna pauze was, toen wilde ze Lolly en Eekhoorns ding hebben met snoepjes erin. Toen ging ik dat toch even halen. Toen ging weer de pauze nog even naar de wc. Ook en toen was de film afgelopen. Toen had ik mijn maag gepakt dat de film klaar was. En toen kwam mijn maag en zei: kijk, daar is tante Sandra. Zo noemt mijn nichtje. We moeten altijd. We moeten het gewoon Alexandra. Dan zegt ze: kijk, zegt ze: tante Sandra, hier zijn we. Liep ze, toen gingen we in de auto. Toen gingen we naar huis. En toen thuiskwamen wilde ze mijn haartjes postelen. Mijn elastiek. Mijn klem moest uit. Ze wilde mijn haar postelen. Toen gingen we lekker buiten zitten. En toen gingen we nog even wat eten en zo aan het drinken. En toen gingen we even naar het speeltuin. We zijn naar twee verschillende speeltuintjes geweest. Toen gingen we daarna lekker zitten. Toen gingen ze mijn haar weer kammen. Toen gingen we nog met de bal spelen. Toen gingen we eten. En toen na het eten gingen we toen gingen we, hadden we nog een ijsje. Dus we moesten eigenlijk om 7:00 thuis zijn. Maar ik heb gezegd van mijn nicht dat ze ook tot 8:00 mocht blijven als ze dat wilde. Een uurtje langer. Dus is het tot 7:45. Om 7:45 hebben we naar huis gebracht. Zodat ze om 8:00 thuis zou zijn. Maar jongens, bij het eten. Zo na het eten kreeg ik had heel veel last van hoofdpijn. Opeens en al dat soort dingen. Toen ja, in de avond, voordat we naar huis brachten, zo had ik ook nog eens heel misselijk. Dus ja, daarna hebben we naar huis gebracht en zo dingen. Ik moest echt even op de bank liggen, want ik voelde me echt beroerd. Jongen, ik voelde me zo misselijk opeens worden. Het geluk al sinds ik hoefde vandaag niet naar school, maar ik voelde me zo misselijk worden. Dus ik ging maar boven in bed. En ja, toen had ik een bak naast me. Ja, toen moest ik inkoetsen. Oh. Echt. De helft van die bak zat gewoon vol met kots. Oh, het eten wat ik gegeten had. Maar gewoon in die bak. Je voelt het ook met spiegel. Oh, het eten. Oh, godverdamme. En er zat ook, kwam ook wat roods bij. Zo, dus ja. Iedereen dacht opeens van oh, ze is dat bloed. Maar nee, het was geen bloed. Want ik herinner me, dus heb je tossie gegeten met ketchup? Maar ketchup wordt en nee, ik heb geen ketchup gegeten. Vandaar, want ik had vandaag geen tossie. Oh. Dus toen dacht gelijk aan bloed, maar dat was het dus niet. Toen herinner ik me weer dat ik een vitaminesnoepje genomen heb. En die zijn dus ook groot. En die neem ik elke dag. Die had ik in de ochtend nog genomen. Dus ja, dat kwam er dus uit. Het was geen bloed, maar gewoon een vitaminesnoepje. Die er dus ook was uitgekomen. En ik was Maar ik heb gelukkig maar één keer moeten overgeven. Daarna ben ik pyjama aangedaan. In slaap gevallen. En toen ben ik in de nacht wakker geworden. En toen had ik geen hoofdpijn meer. Niet meer misselijk. Ging gewoon naar de wc. En ja, deze ochtend voelde ik me gewoon weer kip lekker. Eigenlijk in de nacht voelde ik me weer gewoon kip lekker. Dus ik weet ook niet wat aan de nacht. Ik voelde me gewoon ziek. Toen eventjes. Oma dacht misschien nog iets verkeerds gegeten. Of wat dan ook. Waardoor ik me zo voelde opeens. Maar het was ook een hele lange dag. Van ochtends vroeg tot avonds laat met mijn nichtje. Ja, zo de hele tijd met mien spelen. En met mien spelen. Oh. Vanavond was mijn oma nog met haar moeder aan het bellen. En toen zei ze: waar is Mien? Waar is Mien? Dan kwam het even van: hé, Jalaya. Even lekker gekletst gedaan. En toen gingen we weer. Toen
Toen ging ik weer achter de computer verder en zo. Voor de rest eigenlijk niet veel gedaan. Ik was even met mijn oma bij de Albert Heijn. Een paar boodschapjes gaan doen. Nog even brood gehaald bij Prins. En mijn opa naar een visje gebracht. En dat soort dingetjes. Morgen ga ik. Morgen is dinsdag. Ja, ik ben de hele week vrij van school. Als ik niet had opgeroepen dat ik mijn examen moet herkansen. Ik hoop echt niet dat ik hem moet herkansen. Vingers gekruist. En dan ga ik morgenochtend eerst mijn haar wassen. Want die is zo vettig. Maar die is vandaag even niet. Omdat het een beetje strand bekomen was. Dus dat ga ik morgenochtend doen. En dan ga ik daarna mijn haren veunen en zo. Mijn opa en oma moeten nog even naar de huis. Naar het ziekenhuis in Almere. Daarna als ze terugkomen rond 11:30 gaan wij waarschijnlijk naar de markt. Als ze terugkomen van de markt en zo gaan mijn opa en oma in de middag naar de donderarts voor mijn opa. En daarna als ze in die tussentijd dat zij dus daar zijn, dan ga ik even op de fiets. Omdat in het Lady Center, in het kleine centrumpje bij ons, hebben ze een pakketje afgeleverd van DHL. Niet voor mij trouwens, maar voor mijn moeder. Want er was dus niemand toen het gebracht werd. Toen waren we er niet. Dus ja, toen hebben ze DHL, neemt altijd gelijk hun pakketten mee. Die bent gaat gelijk volgende dag naar servicepunt brengen. En die gaat niet van, oh, we gaan even bij de buren aanbellen. Nee, maar het was een pakketje van de Bijenkorf. Dus, maar er stond dus bij een niet thuiscode van, er stond niet waar het werd afgeleverd en voor wie het was. Dus, ja. Ik had dus even gechat naar DHL om het even te vragen van ja, waar is dat pakket afgeleverd en voor dat. En dus ja, dat pakket dus waar het was afgeleverd. Dus ja, ik wist niet waar het werd afgeleverd. Dus toen zei je van ja, terwijl postcode weten, huisnummer geven. Ja, toen wilde ik nou eens weten van waar dat pakketje komt. Dus van welk bedrijf dat pakketje komt. Ja, hoe wist ik dat weet je? Ik wist niet voor wie het was. En ja, en ik wist dus wel in ieder geval erin dat mijn ma had dus een pakketje. Had iets besteld bij de Bijenkorf. Een Bijenkorf levert vaak met DHL en PostNL. Dus ik zeg maar van, ja, ik denk de Bijenkorf. Dus, ah ja, dat. Die vrouw dus vond dat deed dus inderdaad om een pakket van de Bijenkorf te gaan. Voor Alexandra Arnold. Dus mijn moeder voor dat pakketje van mijn mama. Dus die ga ik morgen even ophalen. Vanaf 1 uur. Want ja, mijn opa en oma zijn de hele dag onderweg. Om hem te duwen naar de hardknikken. Ja, de hele dag binnen zit. Dus ook een beetje zij dan waarschijnlijk. Misschien dat ze morgen naar de markt gaat of niet. Maar anders ben je de hele dag binnen zit. Ook een beetje saai. Dus vandaag dus daarom ga ik dat niet doen. Dus ga ik even naar de ga ik nog even dat pakketje aan het lezen. Op de fiets. Morgen wel 15 graden. Maar goed, we zien het wel. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ook lekker biertje buiten, heerlijk, vandaag ook. Dus ga ik dat morgen even doen, want ja, de moeder werkt dus. En ze is dan even woensdag, maar ja, dan is ze niet dansen naar de kapper. Ja, anders wordt het ook zaterdag, daar hebben we verjaardag op de camping. En het is bij Camping Samosa, die camping ligt vlakbij Nunspeet in de buurt, dus ja, dan moeten we ook in de middag al rijden. Dus dan is het ook gewoon haast. En ja, dan heb je ook niet goed even de tijd. Als je nog een cadeautje moet kopen voor de jarige. Het is een kind dus. Die 6 geworden is. Die wordt donderdag de 6. Dus ja, ik vind het gewoon wel leuk. En leuk en leuk. Maar ja, dan moet je gewoon gaan. Daar heb je echt nu even geen behoefte. En als het dan zo druk is. Dat je dan nog naar een verjaardag moet, dan moet je zo hup, haast. En daar heb je echt geen behoefte aan. Dat heb ik zelf dus ook niet. Ik heb er zelf ook geen behoefte aan om te gaan naar
de winkel als het dan zo druk is. Als het super druk is, ja, dan is het gewoon een beetje. Als je zo bedoel ik, dus zoveel drukke dingen hebt op één dag, dat je dan gewoon moe bent. En ja, dan is het ook niet gezellig om dan nog naar een verjaardag te gaan. Dus daarom denk ik, doe ik op morgen even. Ja, moeder werkt morgen tot 4:15. En voordat ze dan pas is, ongeveer 5:30. Ja, dan is het 5:45. Dan moet mijn nog naar huis. Moet moeder nog naar huis voor het eten. En ja, dan. Mijn oma en zullen. We gaan aan het eten. We gaan eten. Het is weer laat. Dan hoor ik mijn oma weer brullen. Dus dat is ook dan weer zo. Ja, ik vind het ook lekker om even uit te zijn morgen. Dus zo gelukkig, zo gedaan. En dan ga ik donderdag. En dan ben ik lekker gewoon de hele week vrij. Woensdag met mijn moeder naar de kapper. En dan donderdag ben ik, weet nog niet wat ik ga doen. Vrijdag weet ik ook nog niet echt wat ik ga doen. Oh ja, zaterdag dus na de verjaardag. En zondag gewoon lekker chillen. En daarna zie ik wel weer in de week wat ik dan moet doen. Dus ja, ik was gisteren dus echt heel. Ik was gisteren echt beroerd. Ik had echt een halve pak gekotst. Maar het kwam ook meer omdat ik gegeten had. Al het eten kwam eruit. Dus vandaar dat het ook veel was. Omdat ik veel gegeten had. Ik had volgens mij 10 kaasballetjes gegeten. En ik had in de airfryer van morgen. En ik had nog wat patat gegeten. En ik had natuurlijk veel gedronken. En ik had die broodjes van in de middag. Een vitaminestop in de ochtend. Beschuitje. En ik had nog chipjes genomen. Oei. Dus dat kwam er allemaal wel uit. Ik moest heel erg kotsen. Ik moest zo erg kotsen. Het kwam er gewoon helemaal uitlopen. In die bak. En daarna had ik gewoon dat bij die stekker even in de lader gedaan voor mijn telefoon. Want ik had een telefoon in de lader gedaan. Ik heb die telefoon te kast gedaan. Ik ben gaan liggen en ik ben later gewoon in slaap gevallen. En in de nacht voelde ik me alweer kiplekker. Want ik had ook alles eerst dat ik vrij was. Vandaag, ja, niet dat ik me dan nog steeds slechter voelde. Maar ja, moeder zou dan gewoon zeggen, kijk, daarom was ik wel gewoon blij dat ik vrij was. Maar ja, ik had gewoon geen zin. Ja, als ik niet vrij was, ook gewoon naar school gegaan. Want als ik had zeggen, nee, blijf nog thuis. Zo, dan moet iedereen gewoon dramatisch. Alsof je nog steeds ziek bent, nog steeds lekker bent. Dan word je dit, dan word je dat. Ik kan daar niet tegen. Zoals mijn oma doet, word je als ik ziek ben, word je dit. Voor je dat, voor je zus, voor je zo, voor je dit, voor je dat, wil je. Ik echt zo, hou je mond, ik wil helemaal niks. Dan word ik echt kwaad. Dan wil ik dat gewoon niet. En ja, daarom heb ik echt geen zin in. Ik was gelukkig klein, maar ik was vandaag alweer helemaal beter. Dus dat hield weer. Ik kan er ook niet echt aan doen wat het was, maar goed. Ja, ik wist zelf wel gewoon zeg maar dat ik gewoon misschien was, maar niet dat ik wist gewoon zelf ook wel dat ik de volgende dag gewoon weer beter zou zijn. Nacht, want bij mij slaapt vaak wel wat als ik echt gewoon een griepje heb, maar dat had ik nu gelukkig niet. Ik ken nog wel steeds een beetje, nog iets een klein beetje misschien ben af en toe, maar dat wordt er nog gewoon pijn, maar niet meer met dat heel erg en dat hoofdpijn, dat spugen. Wel een beetje last van mijn armen, zo van tikken en dat slepen de hele tijd achter mijn computer. Dus ja, gerust doet het ook gewoon zo pijn als ik het zo laat hangen. Dus ik kan zo lekker die geet steeds lekker breken. Heb ik heel veel zin in vandaag. Ik ga sowieso wel één kijken. Ik weet niet als ik ze alle vier ga kijken, maar dat zie ik wel. En dus, volgende week. Ja, volgende week zijn dus de laatste vier afleveringen van Lisa. Want het gaat tot aflevering 64. Zo is het 91 gaan, maar nu tot 64. En ja, ik ben gewoon benieuwd wat er komt met Lisa. Ja, wat er komt met Lisa. Misschien gaat er met Lisa
Er gaan sowieso leuke dingen met Lisa gebeuren, maar wat? Dat weet ik ook nog niet, want ik heb nog niet de hele week uitgekeken. Ik doe altijd gewoon in de ochtend, middag. Kijk altijd de aflevering die in de avond komt verliezen. Heb ik meestal wel goed zien, want ik dan denk, kan ik s'avonds gewoon nog even kijken naar het middelbaar. Dan kan ik gewoon gaan iets ik bedoel niet middelbaar, maar van die brugklas en middelbaar kijk ik ook gewoon een week uit. Maar ik vind, het is wel iets wat ik echt heel schandalig vind. VTM zegt dus, VTM koopt plus neemt. Ja, als je in Nederland, als je dus gebruiker bent, kan je ze alleen met creditcard of met bankcontact betalen. Nou ja, dat verhaal kennen jullie wel. Maar het punt is, jongens, dat ik mijn abonnement, dat ik dus abonnement had. Maar ik wil dus zaterdag het middelbaar kijken. Een week vooruit. Wat zegt hij? Als ik het wil kijken. Op het helftstuk zegt hij dat er een reclame komt. Terwijl je een reclamevrij kunt kijken. Dus ik zeg dus. Ik denk echt zo van wat een oplichter zeggen. Je kunt reclamevrij kijken met VTM Copus. Heb ik dat ook niet. Dat dat de reden was waarom ik het nam. Meer omdat je dan series vooruit kon kijken. Dat was meer de reden. Maar dan pakt hij hem niet. Nou. Ik werd echt boos. Oh my god. Ik werd echt boos omdat je het deed met reclame. Ik dacht echt zo, ja, ik betaal er wel voor, hè, jongens. Uiteindelijk. Ik heb VTM gemaild zo van, ja, ik vind dit schrikkelwaardig. En zo, ik dacht, ik ga nog op mijn Instagram post even terugkijken van, ja, misschien dat ik het keer lezen heb dat het niet reclamevrij of wat ook. Maar het staat duidelijk reclamevrij. Zit er onder die post van, nou. Ja, ik heb VTM Koop Plus. Die zeggen het is reclame. Bijna krijg ik gewoon reclame te zien. Toen kreeg ik dus reactie. VTM, wat is mijn antwoord beantwoord? En ja, dat dus. En ja. Toen zeiden ze ook. En in de mail kreeg ik het gisteren ook te zien. Ja, het is dus zo. Niet alle programma's die we op VTM Koop te zien zijn. Kun je reclamevrij bekijken. Omdat sommige makers van dinges wel willen. Dat VTM Koop dus die reclame laat zien. Dus ja, daar kunnen zij niks aan doen. Dat is dat gebeurd. Want ik echt zo. Weet je, heel eerlijk hè. Ik zou. Weet ik dat? Ik zou dus zeggen van dat je erbij zet van er zijn veel programma's die je reclamevrij kunt bekijken, maar sommige hebben wel reclame. Dan zou ik dat er wel bij zetten. Maar nee, dat doen ze niet. Want dan denken ja, dan wil je denken best wel van nou ja, als je sommige programma's echt met reclame moet kijken, ja, dan kost het veel cent. Dan gaat niemand het nemen. Dan denken ze, ja, kunnen we net zo goed gewoon met reclame houden. Dus ja, daarom gaan ze dat dan niet zeggen. Ik snap het ook wel. Maar het heeft voor mij geen reden om dan te zeggen van, nou, ik kap VTM komen af. Want het gaat gewoon meer om dat je programma's vooruit kan kijken. Soms heb je gewoon extra series die alleen met VTM Koop Plus kan kijken. Dus dat is ook best leuk. Maar voor nu ga ik deze dag afsluiten en ik zie jullie morgen weer. Bye. Hey jongens, hele goede dag. Het is vandaag dinsdag. Ik heb mijn nagellakje binnen. De doos bij het pincel.
is Obstruction Cookie. Is ook nieuw. Korting. Om de kleur zet je zaadjes. De kleur. Is ik er even af te trekken, probeer te trekken. En dan ga ik mijn nagels dit kleurtje en dan zie ik jullie zoals het kleurtje erop zit. Uiteraard. Dat is niet hoe. Tot zo. Oh ja jongens, zo zien mijn nagels eruit. Echt zijn ze veel blauwer. Dan ziet Sergio anders uit. Alleen zaten mijn hele handen onder de glitters. Omdat het dus een soort plak glittertje was. En niet de echte glitterlijn. Balen. Maar goed, ik heb het afgekregen met water en zeep. Ik zie jullie morgen weer. Bye. Hoi jongens, hele goede dag. Het is... woensdag. En mijn shirt is pink. Ik ga een keer maar eens aan doen. Tada. Het is iets minder mooi. Jongens, daar ben ik weer. Mijn haar eventjes alvast in een knotje ding gedaan. Ik heb het niet opgemaakt vandaag. Ik ga zo meteen lekker Andy op Patreon kijken. En ik had dus mijn shirtje binnen, zoals jullie al zagen. Maar hij zag er niet mooi uit. Ik vond hem er vreselijk uitzien. Ja, dus ontwerpster sturen kan niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dus zelf het shirt dus eigenlijk vermaakt. Ik heb hem dus korter gemaakt. Dus gewoon dat lengte afgehaald. En ik heb de mouwtjes, vond ik ook niet mooi. Ja, het zat gewoon meer in de mouw dat ik het echt lelijk vond. Dus ik heb die mouwtjes mooi gemaakt. Ik heb die mouwtjes naar binnen gevouwen. Naar binnen. Ik heb een stuk van de mouw afgehaald. En toen heb ik die mouwtjes naar binnen gevouwen. Eigenlijk. Een soort van. Ik kan het even een beetje laten zien. Een soort van dit. Ja, het is niet helemaal mooi zo. Maar die randjes die moet ik nog afknippen. Maar ik heb het nu al even zo gelaten. Zodat ik dat even netjes kan afknippen. Want ja, anders is het niet mooi. Omdat je ook precies bij de stofjes moet kijken. Bij het andere kantje precies hetzelfde. Daar moet ik hem ook nog even afknippen. Dus dan ga ik dat ook nog eventjes mooi afknippen doen. Dus ja.
heb ik het shirt een beetje mooi gemaakt in het formaatje. Dus zo eigenlijk de randjes die af moeten kunnen afgeknipt worden. Zo. Kijk uit dat je niet bij de regen van het naad knipt. Waar je het hebt vastgestekeld, kan je opnieuw beginnen. Het stofje van de randjes afknippen gaat best moeilijk als je geen stofschaar gebruikt. Kijk, zoals ik heb geen stofschaar. Dus ik moet het met een gewone schaar doen. Je ziet al lekker dat het niet knipt. Ja, het gaat nu enigszins wel goed. Oh. No. Ik zit precies een gat in te knippen. Oh. Nu moet ik dat gat nog even dicht stoppen. Zo. Ga het gatje even dichtmaken. En dan zie ik jullie trouwens morgen weer. Heel goede dag. Het is vandaag donderdag 25 mei. Vandaag is ook Nicolien van de buurtpolitie jarig. En het nichtje van mij is ook jarig. En ik dacht, omdat het lekkere weer er weer aankomt, wil ik graag lezen. Weer wat. En mijn ene boek die ik les had ik al uit. Dus ik dacht, tijd voor wat nieuws. Misschien kijken naar leuke boeken. Ik zag iets leuks, maar het was dus Engelstalig. Dus ik dacht, ik zoek gewoon op de boek. Maar dan in... En het was Engelstalig, dus dat boek. En ik dacht, ik zoek dat boek dus op in Nederlandstalig. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik had dit, omdat geen Engels kan. Dus ik had toen dat boek even opgezocht in Nederlandstalig. Bijvoorbeeld kom, vond ik het maar niet. Dus ik zoekte het even online op. En daar was de Bruna dus die hem aanbiedt. De bijvoorbeeld kom biedt hem ook aan. Toen zag ik dat later pas. Maar die bieden hem pas voor morgen aan. Ik dacht, ja, ik wil wel nu gewoon lekker lezen met weer en zo. En bovendien deze te boeken vaak beschadigend. Dus ik dacht, ik bestel deze gewoon even bij de Bruna. En dit is het boek. Het boek heet Aan alle jongens van wie ik hield. Ja, daar gaat het boek dus over. En dit is het eerste deel van het boek. Super leuk dus dat hij vandaag binnen is. En ten tweede jongens. HTSD. Heeft dus een cliffhanger. Goede tijd, slechte tijd dus. Heeft dus een cliffhanger. En ja, die cliffhanger wilde ik dus graag kijken. En donderdag is hij dus op tv om 8 uur bij RTL 4. Maar ik kijk altijd op Videoland. En kijk altijd gewoon elke maandag kijk ik dus alle afleveringen van de week. Dus van maandag tot donderdag kijk ik altijd op maandag. Maar ik had alvast aflevering van maandag zien. Dus ik dacht, ik kijk bij dinsdag. Dus ja, die aflevering is dus op maandag. Maar die op maandag te zien is, is dus de aflevering bij RTL Lounge om 10:30. Dus niet de afleveringen van RTL 4. Dat zijn ze dus niet. Dat is de RTL Lounge, de preview waar je één avond voor uit kan kijken bij RTL Lounge. Mocht je geen Videoland hebben. Nou, in case bij Videoland vandaag de cliffhanger. Dus ik had de andere afleveringen ook even gekeken. Toen was bij de cliffhanger gezien, jongens. Als je het niet wil horen, je wilt het echt zien, dan zou ik maar doorspoelen. Zou ik het niet luisteren. Maar
De bruiloft van Henk en Laura kwam er aan. Ze gingen de bruiloft doen. Laura had gewoon een jurkje aan. Het was, ik kon nou niet zeggen van, wat een mooie jurk heeft Laura aan. Ja, misschien dat sommigen het wel vinden, maar het was dus eigenlijk niet echt een buitenjurk. Gewoon een feestelijk jurkje, die je gewoon zo'n feestelijk jurkje aan doet. Die je vol aan naar een sollicitatiegesprek of zoiets. Dat was het meer. Dus Henk en Laura gingen dus trouwen. Linda had toch haar excuses aangeboden aan Henk. En Henk en Linda zei oké, het is allemaal goed, we regelen het wel. Maar Laura vond het niet goed genoeg. Laura wilde per se dat Henk ook zijn excuses aan Linda zou aanbieden. Omdat Laura anders nog steeds boos op Henk zou blijven. Dus had Henk het maar gedaan voor Laura. Toen gingen ze de volgende dag dus trouwen. En daarna gingen ze naar de boot. Ze gingen naar de boot. Laura was haar medicatie vergeten. Dus Luc had haar medicatie. Hij is dat nog even gehaald om te doen. Toen kwamen ze nog. Toen kwam Luc ook mee feesten op de boot. En toen gingen ze met z'n allen in de avond weer naar huis. Luc had aangeboden Linda mee te nemen. Want Linda was te ziek. Dat was al een ochtend. Daar moest ze al slapen. Linda was ziek. Dus Luc had haar aangeboden mee te nemen voor een lift. Linda ging mee. En toen Henk en Laura reden voorop daarachter. Daarachter reed Julian. En reed Julian met Saskia en hoe heet het ook weer? Davy en Dolly. En daarachter reden Rick en Shanti. En Rick en Shanti met Nina en Bing achterin. En daarachter reden Ludo en Janine. En daarachter reden Jonathan en Steve. En daarachter reden Miel en Stefano. En opeens hoort Henk een gsm geluidje. Dus Henk die kijkt naar achter. Henk zit achter natuurlijk. Kijkt naar achter en probeert zo te pakken naar achter. En ziet dan in zijn schim Margriet. Margriet dus. En Margriet die gaat naar voren en die pak zo die handrem en duk die in. Waardoor die auto een zingend rijdende bocht en stilstaat. En daar komen dus Julian, Saskia, Demi en Dolly aan de auto. Dus Saskia zegt nog, Julian, kijk uit. Maar Julian was te laat en botste tegen de auto van Henk en Laura aan. Daarna volgde Rick Shanti en Nina en Bing in de auto. Die knalden tegen Julian aan. En daarna volgde, oh ja, Luc en Linda waren er ook bij. En daarna volgde dus Ludo en Janine. Die knalden weer tegen Rick en Shanti aan, volgens mij. Maar ze knalden wel allemaal tegen elkaar aan. En daar kwamen we. Linda en Luc, die knalden weer tegen Ludo en Janine aan. Daarna kwamen we. Hoe heet dat ook weer? Oh ja, iets. Jonathan en Steve aan. Die knalden daar weer tegen aan. Knalden weer tegen hun aan. Toen kwamen meer. En Stefano, maar Stefano die zat als bijrijder op Miel reed. Die zat net aan rijbewijs aan Miel reed in de auto van Stefano. En toen, maar Stefano, die kuste Miel. Zonder weg kussens geven. Dus Miel, die zag het op, die keek gewoon op het stuur. Op haar wang, op haar de wang. En toen zag Miel het opeens dat die auto's die probeerden een draai te maken. Maar toen knalde die tegen een boom aan. En er ging nog een auto helemaal over de kop. Maar dat was volgens mij niet de auto van Henk en Laura. Die bleef gewoon bovenop staan. Dat was één achter. Ik denk, zien die van Julian en Saskia met Merel en Dolly. Maar nee, ik bedoel met Demi en Dolly. Maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook wel een Shanti zijn. Het Nina Bing. Ja, we weten het niet. Dat is dus de cliffhanger. En we gaan dus daarna zien
wat er dan gebeurd is. Ik vind het zo erg. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is met... Ja, Margriet heeft het dus gedaan. Ik wist al van tevoren dat Margriet wat van plan was. Ik wist dat gewoon dat Laura Margriet had gezegd. Van als er met mij iets gebeurt, als er mij iets overkomt of zo, dat het niet meer goed met me gaat. Wil jij dan wil jij er dan zijn voor Henk? Omdat Henk was dus vroeger de aanbieder van Margriet. En ze kunnen nu gewoon goed met elkaar vinden. Niet zijn nou. Dat weet ik nog wel zo net. Hoor, ik denk dat jou nog lang niks gaat overkomen. Maar toen is ze zich later bedacht zo van... Nou, ik zou het eigenlijk toch wel willen. En ik zou het eigenlijk nu wel willen. Dus als ik ervoor zorg dat er Laura iets gebeurt... Dan kan ik er voor Henk zijn. Dan is Laura niet meer. Dan ben ik weer gelukkig. Dat was dus eigenlijk denk ik een beetje het idee. Want dus daarom dat Margriet het deed. Zodat Margriet weer gelukkig kon worden met Henk. Ja, dat is vreselijk. Ik denk dat Henk niks met Margriet te maken wil hebben als Laura iets zou overkomen. Als hij weet dat Margriet het gedaan heeft. Dus ja. Jong, wat dan zijn nog in de auto voor de crash tegen Steve. Ik rijd nog even langs mijn moeder. Niet wetende dat zijn moeder in de auto van Henk en Laura zit en de crash veroorzaakt heeft. Ik dacht eerst nog, hè, van Henk ziet gewoon een schim. Net als wat Margriet van haar man die overleden was zag. Ik dacht, Henk ziet dus ook gewoon, oh, Margriet is, maar Margriet zit er helemaal niet. Totdat ik Margriet die handrem zie pakken. Toen dacht ik, nee, Margriet zit echt in die auto. En Margriet ging eerder naar huis op de bruiloft met de taxi. Omdat ze zich niet zo, ja, fijn voelde vanwege emoties en zo. Maar toen eenmaal halverwege de straat was, toen is ze toch uit de taxi gestapt. Ze dacht, ik ga lekker in de auto van Henk en Laura verstoppen. Om Laura wat te kunnen aandoen. Dus we gaan zien wat er gebeurt. Maar ik moet mijn kamer opladen. Die is bijna leeg. Ik zie jullie later. Bye. Hoi jongens. Daar ben ik weer. Het is alweer inmiddels avond. Ja. Dit is letterlijk gewoon heel spannend. Allemaal als er vergeten is die gebeurt. Er is sowieso een auto helemaal over de kop geslagen. Zo, als ik gewoon een gok zou doen, zou ik denken dat het de auto van Linda en Luke is. Maar het kan ook de auto van Rick en Shanti zijn met Ping en Nina op de achterbank. Maar ik denk eer, ja, ik denk niet de auto andere van de rest of zo. Want Ludo en Shanti zie je wel in de in de opstoet meerijden, maar je ziet nergens dat zij ook crashen. Dus ja, misschien crashen ze niet, maar de rest zijn sowieso allemaal gecrashed. Heel erg, jongens. Heel erg, erg, erg. Erg, erg, erg. Iedereen is dus zijn sowieso gecrashed. Wanneer het weer verder gaat, dat weten we dus niet, omdat de oorspronkelijk de datum van de cliffhanger is pas 1 juni. Dus vanaf dan later, dan weten we wel pas wanneer het weer verder gaat. Maar voorlopig niet. Het kan pas zijn dat in augustus weer verder gaat. Maar dat weten we niet. Ja, dus er gaat waarschijnlijk wel weer een dode vallen. Ja, om heel eerlijk te zijn, ja, zou ik me niet verbazen als Linda dood zou zijn. Omdat Linda dus eigenlijk weer even terug was in GTST. Maar ze eigenlijk haar tot de kerst zouden houden. Maar toen toch lang hebben door laten spelen. Ja, misschien dat dan een einde aan verhaallijn Linda komt. Aan verhaallijn Linda Dekker komt. Maar we gaan het zien. Je kan wel googlen online van wie verlaat GTST 2023. Dan staat er ook
Marwan. Maar ja, Marwan is er al uit. Dus Marwan verlaat GTSD. Dus ook. Maar er is niemand in zich wie het nog gaat verlaten. Of zoiets. Of dat iemand verlaat. Of dat iemand doodgaat. Ja, het is natuurlijk GTSD, hè. De cliffhanger. Dus ja, niemand gaat vertellen. Omdat niemand het mag vertellen. Zodat ze weten het niet. En bla bla bla. Op mijn fanaccount van de buurtpolitie zeg ik ook. Oh ja, ik ook heet de ster. Ja, ik ken Shanti. Dus Bertie. Ken je Bertie? Die een Shanti speelt. Heet de ster. En ik zeg ja, ik ken die. Zo ja, ik ken haar persoonlijk. En bla bla. Want haar ouders wonen dus naast mij. Dus ja, ik zie haar wel vaak met haar vriend. Een vriend heeft ook in GTSD gespeeld. Als Daan. Maar goed. Dat dus. Dus ja. Oké. Okay. En ik kreeg dus. En verder. Ja. Heb ik nog bij Daily Fans een broodje gegeten. Mijn opa en oma. Daarna zijn we even naar de stad gaan. Mijn oma is nog even bij de Intertoys speelgoedwinkel. Als de Belgen niet weten wat de Intertoys is. In België heb je dat niet. Maar Intertoys is bij ons dus een speelgoedwinkel. En we gingen daar even naar de speelgoedwinkel. Want we gingen even een cadeautje halen. Mijn oma had mijn nichtje, die vandaag 6 geworden is, voor zaterdag als haar verjaardag viel, een prinsessenjurk beloofd met schoentjes. En een kroontje en een stafje erbij. En een tasje in blauw. Maar, het was, maar bij die ding zat alleen een jurk. Ik bedoel een rokje. En geen bovenstuk om aan het een echte jurk is. Maar ja, oma had dat nog maar gewoon meegenomen voor 20 euro. Nou, leuk. Dus hebben we dat gehaald even toen daarna. Zijn we eigenlijk nog even, oh ja, we hebben ook nog eens bij de Kruidvat in New York geweest. En nog even naar de, ja, hoe heet dat, soort van supermarktje. Naar zo'n, ja, Marokkaans supermarkt dingetje, zoiets. Daar zijn we nog even geweest. Opa had daar nog even een stukje vlees gehaald en een grote kip die daar altijd haalt. En ja, daarna zijn we naar huis gegaan. Heb ik nog even lekker Lisa gekeken. Het is spannend in Lisa, want achteraan komen Jonas leeft. Jonas leeft. Ja, Jonas leeft. Jonas is niet dood. En ze hebben ook een stuk laten zien hoe het gekomen is dat Jonas niet dood is. Dat het dat Jonas in een kuil gesmeten werd. Dat klopt, dat is in de dief gebeurd. Omdat Gert had Jonas gewurgd en dacht dat Jonas dood ging. Dat Jonas dood was. Ze zitten in de kuil, maar net dat hij die kuil dicht wil graven, ziet hij Jonas bewegen. Jonas beweegt. Letterlijk. Dus daarmee heeft hij hem verplaatst en ergens in een bed gegooid. Ergens in dinges waar Jonas dus nu ligt. En hij ligt vastgebonden met handboeien. Maar verder in dit seizoen 5 van Lisa Bodjoen was niet gevonden. Dus misschien seizoen 6. Jongens, hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik zit nog even lekker in bedje. Ga zo meteen wassen en aankleden, eten en zo. En ja, het is vandaag alweer vrijdag. Letterlijk die filmpje net nog terug van GTSD. Van die clip. Ik had gemaakt een zachte pot aan het einde. Dat er stond dat GTSD 24 augustus weer terug is. En ik heb dat dus niet gelezen. Niet gezien. Ik was veel te druk met die clip hangen. Maar goed, als die R van GTSD komt 20 augustus weer terug. 24 augustus om 10:30 bij RTL Lounge. Niet bij RTL 4, maar bij RTL Lounge. Want dat is op een donderdag. Op RTL 4 komt hij om 8 uur. Op
28 augustus op maandag 28 augustus. En op maandag 21 augustus komt GTST terug op Videoland. Maar dan kan je wel gewoon gelijk de hele week kijken. Die dus vanaf maandag te rijden is. En als je gewoon de eerste aflevering alvast op 24 augustus wil kijken, kan gewoon bij het Janus dat gewoon gratis. Kan je gewoon kijken via je tv. Maar niet alle, ja, misschien niet alle tv abonnementen beschikken RTL Lounge. Ik weet wel dat Ziggo wel gewoon RTL Lounge beschikt. Maar als je niet zeker weet, kan je dat ook even opzoeken bij je provider. Maar je kunt gewoon GTSD gewoon kijken bij RTL Lounge. Dus wel gewoon bij RTL Lounge. Denk je van, je kan dus niet zeg maar de aflevering al kijken in de RTL XL app. Daar staat hij dan niet op 24 augustus. Want alleen de aflevering die op RTL 4 worden uitgezonden van GTST. Die komen in de RTL app en niet de afleveringen van RTL Lounge. Dan moet je echt nog wachten. Maar de meeste mensen hebben Videoland en die kijken bij Videoland. Ik heb dus ook Videoland en ik kijk ook gewoon bij Videoland. Ik ben benieuwd wie er doodgaat. Ja. Voor de rest weet ik nog niet wat ik vandaag ga doen. Trouwens, mijn gisteren zag ik in mijn PostNL app dat ik een vandaag een brief krijg van het RLC. Wat inderdaad, dit keer is het wel een kleine brief. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd wat erin staat, jongens. Soms als ik echt denk van, hebben ze niks beters te doen dan je een brief te sturen. Je denkt echt zo, wat doe je daar nou weer mee? Nou ja, je bent dus al dit, want RLC, dus ze kunnen je ook gewoon mailen. Ja, toch? Waarom moeten ze het dan per se per post doen als je ook nog gemaild kan worden? Dat is dan weer zo'n typisch dingetje, maar goed. Ik zat hier dus ook op bed lekker muziek te luisteren. Op mijn oma zijn naar fysiotherapie. En toen zag ik dus een beestje op mijn bed lopen. Heel een beestje. Dus ik ging dus even kijken wat dat was. En toen dacht ik dus van dit lijkt echt heel erg op een teek. Je weet wat teken is. Ik heb al een teken op mijn been gehad in de zomer van 2021. Maar nu heb ik dus. Nu zag ik dus. Dus ik pak dat met de handdoek. Want ik moet je niet met je vingers pakken. Want dan kan hij zich vastzeggen dingen. Dus ik heb het met die handdoek gepakt en toen zo ingetikt. Maar toen ik hem met die handdoek pakte en drukte. Toen ik naar de badkamer liep om dat beest door de wc te spoelen. Toen zag ik gewoon nog dat hij beweegt. En als je beest pakt met een handdoek of wat dan ook. En je knijpt dat dubbel en zo. Ja, dan is dat beest natuurlijk dood. Maar bij teken, als je dat bij teken doet, die gaan niet dood. Die blijven gewoon leven. Dus daar aan de hand kon je echt zien dat het teken was. Dus gelukkig dat ik het niet op mijn die gaan nog heb gehad dat ik op tijd dat beestje heb gezien. Anders weet je maar nooit hoe het er afloopt. Geen idee hoe dat beest is binnengeraakt, maar goed. Ah ja, voor de rest gaan we ook niet denk ik veel doen vandaag. Maar ja, gewoon lekker serietje. Het duurt eigenlijk best nog heel lang voordat GTSD weer terug is. Ik zou kijken in de kids hoe lang dat duurt. Als je nu vanaf gisteren beta's. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12,
Ongeveer 12 weken. Dat is echt best lang. Want normaal is het altijd ongeveer maar 8 weken. Dus het zijn nu sowieso 4 weken extra meer. Dat is... Ja, ik vind dat wel gewoon een ding. Zo van, je plant de cliffhanger eerder. Maar je gaat wel langer de zomerstop inlassen. Dat vind ik dan wel weer een ding. Denk je, ze moet wel gelijk blijven. Als je de cliffhanger eerder brengt, moet je de zomerstop ook eerder stoppen. En niet extra nog langer laten doorgaan. Normaal is het altijd in juni. De 7 juli. Dus dan heb je gewoon een maandje en dan nog wat weekjes erbij. Dan zou het wel kloppen als 7 juli de zomercliffhanger was. En het zou pas 4 augustus weer doorgaan. Dan zou het wel kloppen. Maar ja, vanaf 1 juni en 24 augustus, dan klopt het niet. Maar op 21 augustus kijk ik gewoon bij Videoland weer. Het Videoland produceert altijd 1 week van tevoren. Dus ook bij de zomercliffhanger. Na de zomercliffhanger doet GTST dat dus ook altijd alweer. En je hebt dus vorige keer, de vorige cliffhanger van 2022, was dus dat Shanti was bevallen van haar kindje, maar ze moest een spoedkeizersnede en ja, niemand wist eigenlijk een beetje hoe het afloopt, maar ik vond het niet best zo spannend om te kijken, want ja, ik dacht al, wist dat ik wist wat er gebeurde. Ik dacht dus eigenlijk letterlijk eerst in het begin dat Shanti dood was, maar het was dus haar kindje Jasmijn, zij was dus dood. Shanti heeft heel lang gedaan alsof ze niet dood was, dat was wel heel erg om te zien. En ja, ik voel me het gewoon vreselijk te zien. Ja, ik dacht echt zo van dat. En toen bleef ze gewoon langer eigenlijk in zo'n verdrietig persoon. Alsof ze niks wilde. En nu is ze weer helemaal vrolijk en alles weer bovenop gekomen. En ja. Op een gegeven moment werd ik er wel een beetje moe van. Dat het zo dan. Het deed duren dat Shanti gewoon niet meer Shanti bleef. Dat Shanti gewoon niet meer Shanti was die ze was. Dat het gewoon heel lang mee doorging of zo. Een half jaar of zoiets. Ja, toen vond ik het een beetje stom. Maar gelukkig hebben ze dat weer. Is de verhaallijn weer beter geworden van Shanti. Dus dat scheelt. Dus ja. Dan heb je dat allemaal weer. Morgen hebben we verjaardag op de camping. Een nichtje van mij is jarig. En dan gaan we daar dus even heen. Camping is in Vierhouten. Dat ligt vlak bij Nunspeet. Dus we moeten naar Nunspeet rijden. Zo in de buurt bij Nunspeet. In de buurt is het toch wel een uurtje ongeveer in de auto. En dan ook weer terug. Maar ik de, ja. De verjaardag is vanaf 2 uur. Maar voor mijn oma is het dus altijd zo van... Nee, je moet er om 2 uur zijn. Nee, het is vanaf 2 uur. Je bent niet verplicht om er 2 uur te zijn. Maar voor haar is dat dus wel zo. Dat is gewoon heel irritant. Want ja, omdat je al dus niet in de buurt woont... Moet je dus ongeveer 1,5 uur rijden. Zoiets een uurtje rijden. En dan, ja, moet je zo in de auto's. Ja, dan moet je ook vroeger weg. Dus kan je niet zeggen, ja. Ja, dat we normaal gaan we altijd meestal iets van 2 uur onderweg. En dan rijden we. Maar ja, nu. Maar oma, ja, nee. Ik moet er echt om 2 uur zijn, hoor. Zo van, nee, het is vanaf 2 uur. Je bent niet verplicht om er om 2 uur te zijn. Maar als je dat tegen haar zou zeggen, gaat ze kwaad worden van, hè? Bemoei je toch altijd mee wat zij doet? Toch? Ja, dat is. En heel eerlijk, kijk. Als er maar zou zijn, dan zou ik het wel gewoon zo durven te zeggen. Maar ja, als er maar niet is, ja, dan gaat hij weer zeuren. Dan gaat hij weer gemeen lopen doen en zo. Ja, dan is er maar niet. Om me te helpen. Snap je? En dan kan ik hem wel bellen, maar... Zij kan het dan niks aan veranderen. Of kan het wel
appen naar mama. Maar zij kan er dan niks aan veranderen. Dus dan ga ik dat dan ook niet doen. Omdat je dan de hele dag zagrijnig kan zijn. Omdat je zoiets zegt. Het is vanaf 2 uur. Je bent niet verplicht om er om 2 uur te zijn. Maar waar is dat blijkbaar dus zo? Dat is zo van. Het is echt zo van ja. En dan ben je nog niet klaar omdat je nog iets moet pakken of je moet nog iets doen. Ja. We moeten om. Waar ben je nou? Ben je nou klaar? We moeten nu weg, want we moeten om 2 uur zijn. En dan echt zo van. Dan is oma nog van. Nou, als het 5 minuutjes later is, omdat ze niet helemaal let, gaat ze ook nog bellen onderleggen. Maar ja, we zijn niet helemaal om 2 uur te zijn hoor. Omdat het is een beetje druk onderweg. Denk echt zo. Natuurlijk een beetje druk onderweg, maar dat niet om 5 uur te zijn, om 2 uur te zijn, bedoel ik. Kijk, echt zo, het is vanaf 2 uur, je bent niet verplicht om 2 uur daar op de stoep te staan. Zeg het, echt niet bellen van, hé, het is 2 uur, waarom ben je niet? Nee, je bent gewoon welkom vanaf 2 uur, je bent niet verplicht om daar echt op de stoep te staan. Dus zoals het is dan zijn, maar ja, voor mijn oma is dat dus wel zo. En dat is gewoon bloedirritant. Dan word ik altijd gewoon nog kwaad van. Maar ik denk van, je bent helemaal niet verplicht om 2 uur daar te zijn. Dus wat boeit het? Wat let het? Maar ja, voor haar is het alles. Als het waar niet zo is, ja, dan is die helemaal in dol. En dan is die hele, wordt die helemaal boos, helemaal. Echt, die kan gewoon zo boos worden. Daarom, als je anders vindt van wat zij vindt. Ja. Yeah. Dat is zo raar. Dus ja, de post zou rond 11:15 komen. Dus ik ben benieuwd. Zien dat de post al rond 11:30 komt, kan ook. Gisteren was de post ook vroeg geweest. Dan wat die eigenlijk zou komen, dus. Want ik kan niet wachten op die brief van LOC. Ik ben gewoon benieuwd wat erin staat. Dit keer is het gewoon een kleine brief. Je kan denken, hoe weet je dat je post krijgt van LOC? Nou, ik heb dus de PostNL app. En in de PostNL app kan je zo'n functie aanzetten. Dat jij dus kan zien. Per dag. Wat jij dus krijgt aan post. Maar als het dus gewoon leeg staat. Er staat dus niks bij. En niks bij staat gewoon al het post van gisteren. Dan, of van 2 dagen geleden, of van voor het weekend nog, dan kan het dus gewoon, dan heb je dus geen post op die dag. En als een nieuw post staat, dan zie je dat ook in de lijst erbij staan, wat je krijgt aan post. Je ziet dan ook de afbeelding van hoe de post eruit ziet en dat soort. En er stond dus een brief van ROC, geadresseerd aan mij dus, Jasmina Bidia, ik ben al 20, dan... Vanaf je 18e wordt het aan jou geadresseerd. Nee, onder de 18 wordt altijd aan je ouder, aan de ouders van geadresseerd. Maar ik ben dus altijd, dus het altijd aan mij geadresseerd. Toen ik naar deze school ging, was ik al 18. Ik was volgens mij al 19. Ja, ik was toen al 19, dacht ik. Of 18. Weet ik zo even niet meer, maar goed. Nee, ik dacht dat ik 8. Nee, ik was 18. Ja, ik was 18 jaar. 19 werd ik toen ik in het eerste jaar op RO zat. Toen werd ik 19. Ja, ik vind het wel echt leuk naar ROC. En ik ga na de zomer met een nieuwe opleiding beginnen. Business control, nog wat, heeft een hele lange naam wat ik niet eens kan onthouden. Maar goed, van gisteren spraken we nog een oud moeder van een oud klasgenootje van mij, die op mijn basisschool zat. Ja, dat kind vond me altijd aardig. Soms spraken we ook wel eens af en zo, maar nu ook niet meer echt veel. Behoefde aan dat kip, maar dat was gewoon meer. Want vroeger, toen ik nog toen ik net in het eerste jaartje op mijn nieuwe basisschool zat, toen was dat in groep 4. Toen zag ik dat, mij,
Toen was de buurmeisje van mijn tante, zat daar ook. En toen waren we echt vriendinnetjes geworden. Maar op een gegeven moment ging dat meisje dus veel om met haar en zo. En was echt meer zo van, nou, ik wil gewoon alleen maar met jou zijn, met jou doen. En dat soort dingetjes. Dus ja, dat dus. En dat was op een gegeven moment niet meer heel erg leuk. Dat was op een gegeven moment niet meer heel erg leuk. En toen, ja, toen vond ik het ook niet meer zo heel. Maar toen later had het weer gewoon goed. Maar toen gingen we ook weer veel met elkaar om en zo. Gingen we met elkaar spelen. En toen naar verjaardagsfeestjes van elkaar. Dat was ook wel weer heel gezellig. En toen hadden we dat dus gedaan. Dus ja, die kwamen gisteren weer tegen. Haar moeder vertelde ze. Nou ja, oma vroeg dus nog hoe het met haar op school ging. Met dat meisje dan. Nou, moeder had een meisje was al kleren passen. Dus de moeder zei ja, niet zo goed en zo. Studiebegeleider was dus overleden. Voor de zomer hadden ze toch plannen gemaakt voor na de zomer. En toen was ze dus, toen was haar studiebegeleider overleden in de zomer. Aan ziekte, dus ja. Toen had ze dus niemand meer. En haar studiecoach, die wilde dus, ja, die gaf dus geen gehoor, die deed dus niks aan om haar te helpen of wat dan ook te doen en zo. En toen zei die coach nog van ja, ik wil graag met je spreken om te kijken van wanneer je klaar bent met je opleiding. Want je gaat je diploma toch niet krijgen. Omdat het dus niet goed ging om met zo. Omdat zij net dus naar mbo ging toen in de coronatijd. Toen corona begon, dus toen veel online les. Dus ja, dat ging niet goed. Dat was best wel, ja, dus dat. En zij kon gewoon niet online leren. Dus ja, dat ging niet helpen. Dus toen gingen ze maar. En toen, ja, zei ze van, ja, maar mijn moeder wilt u nog spreken en zo. Maar ja, die vrouw dus had dus een vrouw, die nam daar geen gehoor aan en zo. Die deed er niks mee. Dus uiteindelijk gingen ze dus, uiteindelijk is het dus van die school. Zijn moeder zei, ga gewoon lekker hier naar het LLC. Want haar moeder zat dus hier op het LLC bij ons. Dus haar moeder zei, ga gewoon lekker daarheen. Want ze daar wel. Toen zij had zich aangemeld, maar kon ze niet omdat ze negatief studieadvies had ik in gewoon echt zo. Wat dit, je komt van een andere school van Landsteden in Dronten en dan mag niet naar LOC en zo. Zij dacht van, nou, ik ga met mijn studiecoach op praten en bla, waarom? En toen denk ik echt zo van, joh, LOC mag dat doen. Omdat jij geen voorbeeldige leerling bent van LOC. Zij mogen dus opvragen van jouw huidige school. En jij mag dus zeggen, je mag dit dus doen. Jij mag dit dus doen. Voor jou is dit dus normaal. Jij mag dit dus doen. Ja, jij mag dit dus gewoon doen. Dus ja, voor haar is dat gewoon normaal. En ja. Ik vind dus, joh, dus dat LSC mag dat gewoon doen, inderdaad. Want het is dus gewoon, als je dus je behaalde studiepunten niet hebt, omdat je slecht voor, omdat er dus dingen zijn voorgevallen en bla bla bla, dan laat LSC jou niet toe. Inderdaad, dan mogen ze je weigeren. Dus ja, moet dat met haar studiecoach gaan praten en zo. Dan koos ze haar gewoon een jaar thuis. En dan regel ik, kan ik wel weer regen dat ze gewoon van augustus 2024 naar LOC kwam. Waarschijnlijk gaat ze dan niveau 2 doen, denk ik.
Ja, want zij komt dus ook van praktijkschool, maar dan komt en als je praktijk gedaan hebt, moet je dus niveau 2 doen. Je mag dus niet 1, je mag dus niet doorgaan naar 3 of 4. Als je niveau 2 gedaan hebt, dan mag je dus wel doorgaan naar. Dan mag je dus gelijk doorgaan naar 4. Maar je kan ook gewoon 3 doen. Maar als schuil. Ik zal me toen. Ik ga dus na de vakantie. Hebben ze mij dus op niveau 4 gezet. Maar ik zat mij er niet te bedenken. Van als je niveau 4 doet. Dat je dan ook examen Engels moet doen. Als je niveau 3 doet. Is dat niet verplicht. Maar bij niveau 4 wel. Maar bij niveau 3 kan je kiezen. Tussen wel of niet. Maar bij 4 moet je het doen. En ik kan totaal geen Engels. Ik weet al niet eens hoe je het Engels zegt. Mag ik u iets vragen? Dat weet ik al niet eens. Dus ja, dan ga ik dat examen natuurlijk verknallen. Ja, toen we vroeger wel eens toetsjes moesten maken. Bij Engels op school wist ik het wel gewoon te behalen. Ik wist er wel niet voor te zakken, ondanks ik geen Engels kon. Maar goed. Dat hebben we dat wel weer. Dus ik ga hem zo lekker wassen en aankleden. Dan zie ik wel wat de dag met zich brengt vandaag. Ik hoop wel gewoon wat leuks. Het zonnetje zou wel lekker schijnen. We zien nog wel even lekker naar buiten. Maar we zien het wel. Dus ik zie jullie later weer. Doei. Hoi jongens, hele goede dag. Het is vandaag zondag. Sorry dat ik gisteren niet gezocht had, maar ik had gisteren heel druk. Ik had wel van donderdag sowieso. Ik bedoel van maandag sowieso tot en met vrijdag gevlogd. Dus. Scheelt alleen gisteren niet. Ja, gisteren moest al haasten, want we moesten naar een verjaardag in Vierhouten op een camping. Dus dat was heel. Ja, het was ongeveer 40 minuutjes rijden. Maar we deden er wel een uurtje over. Omdat we moeten onderweg nog ophalen bij de kapper. In Ermelo. En daarna gingen we nog even onderweg bij het patatkraampje. Even stoppen om wat te eten. Toen reden we door. Omdat we allemaal veel te vroeg aan zouden komen in Nunspeet. Bij Nunspeet, dus in Vierhout op de camping. Omdat het pas om 2 uur gevierd te worden. En we anders al. Ja, bij ene zouden aankomen, dus vandaar. Dus we waren om 2:15 waren we her. Sorry, ja. Ik doe het weer, mijn Siri ging aan, maar toen waren we her. En ja, we moesten toch even wachten, want ja, het was, oh, ja. We moesten de taart, mijn moeder moest de taart voor de jarige nog even ophalen. Vind ik echt zo, taart halen. Dan ga je nu taart halen terwijl je weet, de visite komt om 2 uur. En dan ga jij om 2 uur je taart halen. Wel goed. Dus we hoefden niet heel lang te wachten, maar 5 minuutjes of zo. Zo gingen we weer naar huis. Na het eten eigenlijk, zoiets. We hadden nog wat dingen, maar we gingen wat vroeger naar huis. Opa werd al gewoon een beetje moe, dus. Toen gingen we naar huis. Toen we thuis waren, was het ongeveer iets van. Bij 7:30, zoiets dat we thuis waren weer. Dus hadden toch nog wel even gezeten. En vandaag was ook zo lekker weer. Het is vandaag eerst de Pinksterdag. En ik heb mijn stripje van de buurtpolitie. Want de buurtpolitie heb ik binnengekregen gisteren. Stripje 21, Mr. Dirty en Madame Proper. Die heb ik dus net gekregen gisteren. Normaal gesproken. Hij is nog niet uit. Hij is dus nog niet verkrijgbaar. Hij is pas verkrijgbaar vanaf 30 mei. Dat is dus dinsdag. Je zult nu vast afvragen, hè? Maar waarom heb jij hem dan wel al als je zegt dat hij nog niet verkrijgbaar is? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Ik bestel altijd alle dingetjes van de buurtpolitie, zoals de boeken en de stripjes en zo, bestel ik altijd bij de Bruna.
Ja, die bestel ik dus altijd bij de Bruna, zoals ik net al zei. Daarom, maar de Bruna, die had mijn stripje dus gisteren al geleverd. En ik heb dus bijna uit. Hier is die dan te feest als ik het echt heb. Ja, want van horen zeggen zonder te zien, kan je ook gewoon zeggen ik heb hem niet. Ik heb hem, maar je hebt hem dus helemaal niet. Maar ik kreeg hem dus gisteren al wel apart. Want mijn Belgische vriendje, laat ik zeggen, ik heb het al wel een beetje raar, hè? Ja, ik vind het al wel een beetje raar, hè? Ja, dat ik hem nu al in huis heb, terwijl hij nog niet eens beschikbaar is bij bol.com. Maar bij Luna zelf staat hij ook reserveren voor reserveren. En dan heb je hem op 30 april. Nee, 30 mei, sorry, 30 mei. De maanden 30 mei heb je hem in huis. Maar het is sowieso al heel. Het is sowieso vandaag, hoe heet dat ook weer? Pinksteren, Pinksteren morgen ook. Dus pakketten die komen niet op tijd aan, doordat het Pinksteren is. Ja. En ik heb trouwens nog een. Ik zag toch dus in de Instagram story laatst van Jill. Van Jill de Greef. Dus ik zag daar van Coltage. Nee, van Colt Gate. Van Colgate. Dat ze tandpasta merken. Ja, ik weet niet echt goed hoe je dat tandpasta merk uitspreekt. Maar volgens mij is het dus Colgate. En van Colgate hadden ze dus. Ze hadden dus ook zo'n pen waar je je tanden wat witter kan maken. Kijk. Deze twee voorstanden zijn bij mij wel wit. Maar vooral de zijkant en de onderkant zijn wat minder wit. Dus ik dacht eerst van, nou, zit ik wel eens testen. Maar de kruidvat hadden dat niet. Ik kon het wel met de kruidvat kopen, maar ze hadden dat dus niet. Nou ja, ik dacht dan bestel het online. Toen zat ik me echt, toen ging ik dus kijken van, wat is het spul eigenlijk? Wat precies dat soort. Toen begon ik mij te realiseren dat dus niet iets bestemd is voor mij. Dat niet iets zou zijn dat ik het zou kopen als ik het niet zou gebruiken. Dus dat vond ik zonde. Maar ze hebben dit dus ook in tandpasta. Om te poetsen. En ja, tandpasta, dat gebruik je wel om je tanden te poetsen. Dus ik dacht, ik ga dus even kijken naar eentje voor dat je dan gewoon je tanden kan poetsen. Dat je tanden gewoon wat wit zijn, hè. Ja. Aangezien ik moet dus dinsdag naar de tandarts. Naar de tandarts van de paard. Het is onze tandarts. Moet daar, sorry, donderdag heen. Niet dinsdag, maar donderdag om 9:50. En ik heb zo van waarom boy. Misschien als je dan wat ziet van hé, je hebt mooie witte tanden. Nee, dat is niet wat ik wil bereiken. Maar ik denk gewoon van als je tanden er wat mooier wit uitzien, dan ja, ben je gewoon mooi. Dan is het gewoon mooi en dan gaat het gewoon op dat je gebit er gewoon wat mooi uitziet en zo. Dat soort dingen. Dus ik krijg deze dinsdag geleverd in de avond. Omdat ik dus gebruiker ben van Bol.com Select, kan ik hem dus dinsdagavond krijgen. Kan ik hem dus dinsdag krijgen. Procedure, maar als je geen lid bent van Bol.com, krijg je hem dus echt op woensdag. Want PostNL werkt niet op hemelvaart, dus op. Ik bedoel, Pinksteren. Ik denk steeds hemelvaart. Ja, het is gewoon apart. Maar PostNL werkt dus niet op Pinksteren. Dus ze halen geen pakketten op bij bedrijven. Dat doet PostNL niet. Dus als je iets bestelt en Bol.com. Met Bol.com Select, als het producten zijn die van Bol.com komen, dat de verkoper Bol.com is. Je bestelt bijvoorbeeld, je bestelt volgens mij voor 11:30 's middags, dan krijg je je bestelling dezelfde dag nog geleverd als de verkoper Bol.com is en je Bol.com Select hebt. En deze tandpasta van Colgate voor het witte maken van je tanden. Die wordt dus geleverd op Bol.com.
Dus daarom kan ik hem dus eerder krijgen. Daarom kan ik hem dus gewoon dinsdagavond krijgen. Waardoor de pakketten wel 's avonds geleverd. Dan niet nog 's middag. Nee, dan kan je pakket vanaf 4 uur verwachten. Maar dan wordt het ook dus niet door PostNL bezorgd. Dan wordt dat dus door een ander bedrijf bezorgd. Die dus dan 's avonds bezorgt. Omdat PostNL doet dat dan niet meer op dezelfde dag je pakket. Nee. En je kan ook alleen je pakket op dezelfde dag nog krijgen als de verkoop. Bijvoorbeeld, mij moet wel select hebben. Dus denk je, oh, dit is de kant vandaag krijgen. Helemaal nee, je moet wel select hebben. En sommige producten zitten een andere tijd op. Dus bij het ene, dus als je bijvoorbeeld zegt van, oh, het kan. Maar je hebt bijvoorbeeld kom select en je bestelt door de verkoper van bijvoorbeeld kom, kan het zijn. En je bestelt bijvoorbeeld om 11:30. Of voor jezelf bijvoorbeeld 11:15 kan het al zijn dat ze zeggen, ja, u krijgt het pakket pas morgen, omdat er bij sommige pakketjes zit een andere tijd bij. De meeste zijn wel tot 11:30. Sommige kunnen ook tot 12:00 zijn, maar sommige kunnen ook veel eerder dan 11:30 zijn. Dat ligt er gewoon een beetje aan wat hij zegt, maar goed. Dat, je ziet ook als je kijkt naar een product wat verkocht wordt op bol.com. Op bol.com, je hebt select. Zie je ook niet van als u vandaag voor deze tijd bestelt, heeft u hem vandaag nog in huis. En dan zie je ze voor select erbij staan. Want niet, dat zie je alleen als je naar het afrekenen gaat. Dus je klikt bij winkelmandje verder, je bent ingelogd, dan zie je de datums beschikbaar. En je kan, dan staat er wel vaak aangegeven gewoon voor morgen. De volgende dag, maar soms kan je dan ook nog kiezen van ik wil het vandaag nog hebben. Als die optie mogelijk is, dan kun je daar gewoon voor kiezen. En dan krijg je het gewoon de avond. Dus ik krijg dan mijn tandpastaatje en dan ga ik het dus even gebruiken. Het heeft wel een resultaat na de eerste werking, maar je tanden worden er niet heel schoner van. Zeg maar dat als je dus gegeten hebt, bij de eerste week als je het gebruikt en je hebt gegeten, dan zie je hier en zo bij je tanden, dan is het wat vlekkeriger. Omdat het even moet wennen aan, dus dan niet denken, hè, zie je allemaal vlekkeriger. Dan heb je daar een stuk helemaal brandwitte, dan heb je daar een stuk wat geliger. Dat hoort, dat is wat vette, wat ja, vlekkerig. Dus dan wordt het niet helemaal mooi schoon. Maar mooi schoon wit. Maar al na die paar weken dat je het heel langer in gebruik hebt, dan wordt het heel mooier. Dus dat is dan het procedureschap. Dan wordt het heel veel mooier. Dus dan zie je dat heel mooi afgewerkt en al dat soort. Nog een dingetje. Oh, vergeet de ST. Denk, je praat zoveel. Ik heb hierboven. Een aftelkalender gemaakt. Ik weet niet of jullie het goed zagen. Maar een aftelkalender gemaakt. Vergeet de ST. Nu het weer komt. Nog 86 dagen voor mij. Voordat GTST weer. Voordat GTST weer verder kan kijken. Want ik ben dus een videolandkijker. Dus van, dan kan je het een beetje eerder bekijken. En ik heb zeker de zin in. Dat is een poort. Mijn binnenkant van het publiek gemaakt. Welke Nederlanders ook GTSD kijken. Welke Nederlanders. Het is zomaar cliffhanger al gezien hadden bij Videoland. We hebben best toch wel wat aardig mensen die GTSD keken. Die dus de cliffhanger al gezien hebben op GTSD. Ik heb een paar mensen dus gewoon gevraagd wat ze ervan vonden. En ja, meestal met leuk worden ook wel. Iemand, oprecht, dat ik bij mezelf echt dacht van, hoe kom je daar in godsnaam bij? Want volgens mij gaat dat helemaal nooit gebeuren. Maar ja, wie weet, het kan. Dat de kinderen van Linda nog een keer op bezoek komen bij Linda in het ziekenhuis. Ja, nou,
Aan mijn ma is het tellen als je auto om de kop bent geraakt. Die auto is helemaal stuk. Dat jij het overleeft. Van mij dat nou maar eens spijt maken. Ik kan net zo goed zeggen, ja. Of de kinderen van Linda komen gewoon op haar begrafenis. Ja, ik heb gewoon het idee dat Rita is tegen om niet meer door willen gaan met Linda. En als ze Linda, personage van Linda, ook niet meer terug willen komen. Dus Linda heet ze in het echt Babette. Babette van Veen. Dat ze Babette van Veen niet meer terug willen laten keer naar personage dood willen laten gaan. Zodat Linda, dus Babette van Veen, niet meer kan terugkeren naar GTSD. Dus dat Babette van Veen als Linda Dekker niet meer kan terugkeren naar Meerdijk. Maar goed, voor alle kijkers is nergens bekend dat haar kinderen ooit zouden terugkomen. Volgens mij zou de personage die haar kinderen speelde niet meer terug te zien te zijn worden in GTSD. Dat ze weg zouden gaan. Omdat Sam, die is toen naar het buitenland gegaan voor een studie. En Rover is met Kimberly op wereldreis gegaan. Sam is inmiddels getrouwd en Rover is nog steeds op wereldreis. En Kimberly is dus familie van de familie Sanders. Want haar vader, de vader van Kimberly, is dus de broer van Ludo Sanders. Ja, ja, jongens. En ja, ik zet ook mijn grote vraagtekens bij Stefano. Want Mail was tegen een bom geknald terwijl Stefano los zat. En ja, of je bent zwaar gewond of je bent dood. Ja, je hoeft niet per se dood te zijn als je tegen een boom aanknalt. Het kan wel, maar het hoeft niet per se. Mijn moeder is vroeger ook tegen een boom aangeknald. En ja, ze was niet dood. Haar hele been was gewoon zwart geworden. Ze was op een quad gaan rijden. Dus, ai ai, het was gezellig. GTSD weer. Dus we gaan het zien wat er nog allemaal komt. Maar ik gok dus Linda, dat Linda dood is. Ja, misschien Luc ook. Omdat samen in de auto staat. Maar ik gok wel sowieso wel op Linda. Als ik één persoon moet gokken, dan gok ik gewoon Linda. Linda Dekker. Maar we gaan het zien. We weten het antwoord niet. Alhoewel, mochten we het antwoord wel weten. Ja. Dus, maar goed, daarvoor moet ze nog heel lang wachten. En ze laat ook geen nieuws los of zoiets over info. Want dat doen ze natuurlijk niet. Omdat ze niet willen weten van je. Wat gebeurt nou echt? En in, het gaat dus heel, als je wel de cliffhanger moet zien. Het gaat echt in een schim. Dus je ziet gewoon echt een schimmige vlak. Zie je dus. Zodat de auto over de kop gaat. Is die twee mensen in wazige schimmige vlak. En ik dacht eerst nog aan Shanti. Maar toen ik goed keek, zag ik dat het niet kon. Omdat ja, ik zag toen wel duidelijk wat blonde haren. En de enige die het heeft. Ik zag wel duidelijk wat lange blonde haren. En de enige die dat heeft is dus Linda. En ik zag ook het gezicht. En dat gezicht, dat ja, was echt sprekend. Dat gezicht was echt sprekend, Luc. Maar je zag het dus in een schim. Dus heel veel mensen, die vergeten uiteindelijk weer. Oh ja, wie, welke auto is het nou over de kop gegaan? Omdat het in een schim gaat. Dus het gaat, stel er omheen en klaar is Kees. Boom. Dus dat zijn dus de schimmetjes die je ziet. De schim die je snel ziet heen en weer fladderen. Dus je ziet dat heel snel. Heel minder, heel snel, heel langzaam. Als je het heel langzaam afspeelt, dus dan zie je echt wel. En je gaat stukjes terug en je houdt echt je vinger op. Maar als je dan met je telefoon het beeld maakt van de cliff en je gaat dan heel langzaam. En dan zie je uiteindelijk wie het was. Linda. En Luc. Hun auto was dus over de hem. Beetje jammer dat je dit detail al weet voordat het begint, uiteraard.
voordat geen testament op de buis is te verwachten. Dat je dan al weet wie zijn auto het is. Nou, beetje jammer dit, maar ja. Het is ook wel leuk dat je nu wel weet dat je niet wat of van, oh, welke auto is, ah, ik ben nerveus. Zo weet je natuurlijk ook alweer een beetje. En jongens, ja. Ik heb dus een puistje bij in mijn oor zitten. Precies hier bij het handje. Ja, en ging daarnaast en dat doet dus heel erg. Dus ik ga even een doekje pakken. Ik zie je trouwens morgen weer in een nieuwe week vlog. Bye. Thank you for watching this video.